Deze week gaan we 1 miljoen euro omzetten. Voor het eerst, breaking the barrier. De 1 million euro barrier gaan we breken deze week. De horloges vinden, dat is het allermoeilijkste. En dat is het geheim van de chef. Op het moment dat ze hier in de winkel liggen, worden ze verkocht. Dat is altijd zo. Maar de juiste horloges vinden die iedereen wil hebben, dat zijn horloges die niemand wil verkopen, in de juiste conditie, voor de juiste prijs, dat is gewoon moeilijk. En daar zijn we gewoon een leeuwendeel van de dag mee bezig. Die collectie over de hele wereld naar Amsterdam krijgen in onze winkel, dat is gewoon het allerlastigste wat er is. En de waarde van de zaak in deze branche is voor een groot deel simpelweg de waarde van je inventaris, de waarde van je voorraad. Maar een grove schatting zet ik hem op 1,5 miljoen. Misschien richting 2 miljoen. Ik ben Jasper. Jasper Luijvering. Ik ben nu geruime tijd in mijn leven bezig met horloges. Dus ik denk 1 jaar of 10. Ik ben nu 26 jaar oud. En waarvan de laatste 5 jaar 70 uur per week. En de handel daarin, het zoeken erin, het verkopen ervan, het opknappen. En met de social media, Instagram, allemaal dat soort praktijken. Dus we hebben een bedrijf op de Singel, hartje Amsterdam, op de grachten. En dan vaak wordt het woord vintage genoemd. Tegenwoordig is het een beetje uitgelubberd begrip. Vintage voor mij is dat het beter wordt met de jaren, zoals een goede wijn, een vintage wijn. Verzamelwaardig horloges uit de jaren 50, 60, 70. Als we in merken gaan praten, het leeuwendeel bestaat uit Rolex horloges. Ook de grootste verzamelaarsmarkt is daarin actief. Kostbaar. Ja, ja, ja. Begint bij 4000 euro. Met wel wat uitschieters die een paar ton kosten. En het is super kapitaalintensief en om te starten is het heel lastig. Ik denk dat de eerste ton is gewoon moeilijker te verdienen dan de eerste miljoen. We zitten in een markt die eigenlijk de vintage horlogemarkt of de horlogemarkt aan zich is een hele gesloten markt. Het is soms zelfs een beetje hautain. Ons marketingbeleid met de social media, Instagram, YouTube filmpjes. Daarmee kan je gewoon een hele grote doelgroep bereiken die horloges tof vinden. Het geeft echt een soort community gevoel. En soms ook de mensen die dan naar de winkel komen of die ik ontmoet op straat, die hebben echt het idee dat ze jou al kennen, omdat ze je volgen online. En ze zien wat je dagelijks doet en hoe je met die horloges bezig bent. En dat vind ik wel heel tof, dat vandaag de dag kan met de sociale media, et cetera. Maar normaal zouden ze er nooit mee in aanraking zijn gekomen. Nou ja, met die persoonlijke benadering kunnen we dat helemaal openbreken. En zeggen, jij vindt horloges leuk, kom langs, pak een bakje koffie, neem een biertje, dan gaan we over horloges lullen. We verkopen nu bijvoorbeeld elke week minimaal 1 horloge aan iemand onder de 20. Minimaal. This is where the magic happens. Twee dingen zijn onmisbaar in je leven. Eén is SpongeBob, ander is horloge. 6238, Prix Daytona, 1962. En dit is een vrij kostbaar horloge omdat hij vrij zeldzaam is. Daytona was juist niet populair. En door het gebrek aan populariteit destijds is er niet zoveel van gemaakt. En omdat er weinig van zijn gemaakt, worden ze nu heel erg verzameld. En ik denk dat sowieso de mens. Mijn hersenen werken zo dat als andere mensen het niet kunnen, of als mensen het niet kunnen krijgen, dan wil je het hebben. En zo werkt het ook met horloges, zeg maar. Dus hoe zeldzamer en hoe gewilder het is, hoe meer mensen ervoor betalen. Simpelweg vraag en aanbod, denk ik. Dit is 40.000 euro. Dus het is heel veel geld voor een horloge, dat ben ik met je eens. Ik moet heel vaak vrienden uitleggen waar het eigenlijk op slaat, die bedragen. Het is een staal horloge. Ik bedoel, als je dit omsmelt, dan heb je nog geen 100 euro. Maar je moet het echt zien. Kijk, als je een schilderij van Vincent van Gogh, die koop je ook niet voor de verf. Je koopt hem ook niet voor het doek. Je koopt hem voor het werk zelf en de kunstenaar en het verhaal van de kunstenaar. Hetzelfde is met horloges. Zie je, daarom vinden mensen me arrogant, omdat ik zulke uitspraken doe. Veiligheid is helaas het enige negatief in deze business. Dus ik heb dit huis specifiek gekocht omdat het naast het politiebureau zit. Maar desondanks heb ik 2 inbraken gehad. Dat is wel een aftrekpostje geworden van 60 ruggen, denk ik, ja. Ik heb het nodige meegemaakt op straat en op beurzen ook. Ik ben een paar keer achtervolgd. Daarmee moet je dus ook opletten met Instagram. Die post maak ik pas of als ik daar weg ben of helemaal de volgende dag. Nou ja, er zijn 70.000 mensen die ons volgen. Een van die gastjes is misschien niet zo'n gezellige jongen. En die ziet, oh, hij zit daar bij Conservatorium Hotel. En toen kom ik buiten en toen werd ik opgewacht. Van, kom maar hier met je horloge.
Helaas ging de gezondheid van mijn ouders dermate slecht toen ik klaar was met studeren, dat ik eigenlijk het bedrijf moest overnemen. En dat heb ik gedaan op de voorwaarden dat ik er mijn eigen bedrijf van kon maken. En dat was fully focus op de horloges. Dus toen heb ik het eigenlijk overgenomen. Eigenlijk vrij impulsief en dat ging vrij snel allemaal. En het was ook wel heel zwaar, ja. Destijds heeft dat ook uitgemond in dat ik professionele hulp heb gevraagd. Dus zeg maar van psychologen, dat soort dingen, om met die druk om te gaan. Maar het heeft wel te maken gehad met de druk en de enorme werkuren die ik destijds deed. Dus dan heb je het over 70, 80 uur per week werken. En dat laat dan zijn sporen na. Daardoor zorg je dat je mentaal uit balans raakt. Angstklachten, paniekklachten, dat soort dingen, dat hoorde er ook wel bij, ja. En dan begin ik eigenlijk de dag altijd met een mindfulness sessie. Dus dat is een dagelijks ritueel om gewoon orde op zaken te stellen, de chaos in mijn hoofd een beetje te kalmeren. Zo moeilijk concentreren zo, damn. Maar je hebt in ieder geval een beeld ervan. Aan je te zien, jongen. Wil je eens een drinkje, pik? Ik wil zeker wat te drinken. Wat moet je hebben? Biertje. Biertje. Nico komt uit Noord-Ierland en die doet daar iets vergelijkbaars wat wij doen in Nederland. Dus vandaag gaan we een mooie deal beklinken. Hebben we weer pieces die hij goed in Noord-Ierland kwijt kan en ja, die gaan we bekijken. Het is wel heel grappig, ik had een hele simpele job, geen school, niks. Helemaal niks. En horloges was altijd wel iets wat mijn interesse wekte. Ik zag Jasper, ik denk YouTube of zoiets. En ik ben Jasper gaan volgen. Op een gegeven moment dacht ik, dit is 100% wat ik wil. Ik belde hem op, ik zeg, dit is wat ik ga doen. En you can take it or you can leave it. Maar dit is wat ik ga doen. En ik ken hem nog helemaal niet. Nee. Hè? Ik denk, wie de fuck belt mij hier uit Ierland op? Een of andere Nederlandse guy. Dus en ik zeg, ik vind je shop helemaal top, vind ik mooi, helemaal goud. Ik ga je, nou ja, niet kopiëren. Jawel, ik ga je gewoon blijven kopiëren. Ja, ik had het gewoon niet ontkennen. Het was voor mij een inspiratie om mijn leven te veranderen. En van een simpele job tot waar ik nu ben. Ik heb een lening, ik kan een lening van 20.000 euro afgesloten. Hoor, even die traantjes weg. Ga weg, man. Ga weg. Even die traantjes weg. Basically, Nico is een groot liefhebber van Daytona. Dus we starten eerst hier met twee Daytona's. Eentje uit de jaren 90. Dit is de Zenith Daytona. Maar, als klap op de vuurpijl. Kijk, dames en heren, zo ziet 2 ton in de lucht eruit. Lekker man. Goed, hè? Hij is platina, het soortelijk gewicht van platina is erg hoog. Daardoor weegt hij nogal serieus. Maar gezien het ook een technisch hoogstandje is, zit er ook een serieus prijskaartje aan. Los van het platina wat gebruikt is en de diamond set bezel en diamond set dial. Daardoor is het een unique piece, zodoende die prijs. Dankjewel. Geniet ervan. Jij moet vliegen nu? Ik moet vliegen, man. Zijn we daar ook weer vanaf? Een trucje, man. Twee uur. Zijn we daar ook weer vanaf? Dan zijn we daar ook weer vanaf. De horloges vinden, dat is het allermoeilijkste. En dat is het geheim van de chef. En voorheen moesten we veel zelf op pad. Denk aan veilingen, beurzen, met de nodige risico's van dien. Nu kunnen mensen ons zelf vinden. Dus nu weet, dat is het fijne. We krijgen nu 20 horloges per dag aangeboden, 25 horloges. Zonder dat, terwijl we hier zitten in onze stoel. Via e-mail, via WhatsApp, via Instagram. Als je een beetje verdiept in horloges, kom je ons kanaal op den duur tegen. Of je nou in Italië woont, Spanje of in Nederland. Wij zijn aanwezig. Een gevolg van de social media is dat we gewoon heel veel aandacht op ons hebben gevestigd. Dus ik denk zeker dat het komt door die social media dat iedereen ons weet te vinden. Je gaat ons gewoon tegenkomen. Een klant die bericht me net, dat is Ellen DeGeneres. En sinds we in contact zijn zoekt ze bepaalde pieces en zegt oké, Jasper, ik heb vertrouwen in jouw kunsten. Ik wil dit horloge hebben, ga het maar zoeken, dit is mijn budget. En we hebben het nu voor haar geregeld. Dat gaat zeker over 500.000. Nog iets meer zelfs. Dus in het verleden zijn dergelijke modellen geveld richting 1 miljoen.
hoe hoger het horloge is, hoe kostbaarder het horloge is, is het niet per definitie hoe hoger de marge is. Het zijn heel weinig te vinden. En die er zijn, die ooit publiek geveild zijn, zijn makkelijk de waarde van op te zoeken. Dus als die vorige geveild zijn voor 8 ton, kan ik niet opeens Ellen 9 ton gaan vragen. Want dan zegt zij, ja, wat is dit? Die andere ging voor 8 ton. Dus het is redelijk bekend. Het is een vrij transparante markt in dat opzicht. Dus de verkoper weet wat hij ervoor kan krijgen. En Ellen weet ook hoeveel ze ervoor moet geven. Dus dan zit er niet heel veel tussen. Maar in dit geval loop ik geen risico, want ik heb al een afnemer voordat ik het product heb aangeschaft. Het enige nadeel, ik ben de afgelopen 2 weekenden in LA geweest. Het enige nadeel is, ze stuurt nu: I have an event Saturday, I want to wear it. Maar ja, voor zulke cliënten kan je niet zeggen, nee sorry, je moet nog even een weekje wachten. Dus nu moeten we er weer heen. Maar volgende week gaan we iets doen wat wel heel gaaf is. Dus we gaan naar Ibiza. We nemen het hele team mee. We gaan een horloge afleveren daar bij een verzamelaar. Ja, ik moet er nu tussenuit. Hey, Tim! Heb je hem? Hey. Oh, is goed, vriend. Lang niet gezien, hè? Alles lekker. Goed je te zien, man. Dat je er bent. Waar ik hier voor kom? Nou ja, ik denk dat als je om je heen kijkt, dan zie je duidelijk waar ik voor kom. In dit geval gewoon pure zaken. Gewoon geen plezier maken. Gewoon alleen heel zakelijk zijn, een deal sluiten en dan gewoon weer naar huis met een frons op je gezicht. Hard werken. Nee, Tim en ik kennen elkaar nu een tijdje. Dus hij is een van de gewenste gasten van Amsterdam Vintage Watches. En wat het toffe ook is, en dat zie je veel met jonge ondernemers die juist iets bijzonders willen, die kiezen voor een vintage horloge. En dat zijn mensen die vaak wat creatiever zijn, zijn interessante mensen. En ik denk dat Tim daar een mooi voorbeeld is, ook als gerenommeerd kunstenaar. Stel ik je goed voor zo, Tim? Ja, het klinkt goed. Ja, toch? Tot nu toe ben ik er blij mee. Waar kwamen we ook weer voor horloges of zo, zei je? Ik ben het vergeten. Wat deden we ook weer hier? Nu hebben we een selectie meegenomen om Tim even warm te maken. Hier, dit is een Omega Seamaster uit de jaren 50. Met iemands fucking hoofd erop. En dit is niet zomaar iemand, dit is King Abdulaziz. Oh, wat vet. Moet je eens kijken. Die boot ligt altijd hier in. Meen je niet? Ja, die ligt hier altijd voor anker in de zomer. Hier, breng hem een keer mee naar hem. Wat naar King vet, Abdul. Hey. Die is zo belangrijk dat als hij een horloge bestelt, en dit is dus al 50 jaar geleden. Ja, dan wil hij gewoon zijn eigen hoofd op het horloge. Dus dan krijg je gewoon zijn gezicht. En hij vindt zichzelf zo belangrijk dat ze Omega, het woord Omega, hebben ze verplaatst van de 12-uurspositie terug naar beneden, naar de 6-uurspositie. Want hij moet boven staan. Ja, dit is een ander horloge wat echt een belangrijk verhaal heeft. Dit is het horloge wat gebruikt werd toen ze in 1969, toen NASA naar de maan ging. Maar de echte liefhebber wil een Omega Speedmaster van voordat ze naar de maan gingen. Pre-moon. Dus er staat er ook nog niet op de achterkant First Watch Worn on the Moon. Er staat alleen Speedmaster en een Seahorse logo. En die pre-moons die zijn veel zeldzamer, want nadat ze naar de maan gingen is hun productieaantal enorm opgeschroefd. En deze is uit 67, dus 2 jaar voor de maanlanding. Deze en, 2 jaar voor de maanlanding? Ja, dus dat zie je ook terug in de prijs. Eentje na de maanlanding kost 4.000, 5.000 euro. Ja. En deze is meer dan de dubbele. Drievoudige. Als betaling neem ik dat koffertje mee. Ik zie een koffertje vol geld hangen daar. Dan neem je wat meer mee. Lekker man. Dan hebben we wat meer nodig. Maar dan komen we wel weer uit zoals altijd. Hè? Goed je te zien. Wat een lekker huis is dit, ja, pik. Het ding is, voor mij is ons team is zo belangrijk. En met z'n allen hebben we deze week ook de barrière gebroken. Die ik nooit voor mogelijk had gesteld. Dus je moet je voorstellen, vroeger toen ik startte draaiden we 50.000 in de maand. En we hebben nu 1 miljoen in een week gedaan, voor het eerst. Dus dat is ook de reden dat we denken, nou, 1 plus 1 is 2. We nemen het team mee. Ze hebben het verdiend. En ze liggen nu al als luie zwijnen in de zon. Maar dat is ook marketingtechnisch, heeft het ook nog, werkt dat ook zijn vruchten af. Denk er wel over na, het moet er nice uitzien. Het moet voor de kijker overkomen alsof het oprecht is. Door die stories hebben mensen bijna het idee dat ze zelf meegaan. En op Instagram werkt dat gewoon goed. Het mag wel een beetje fout, een beetje binky-achtig gedrag, dat mag wel vertoond worden. Juist omdat je daarmee een beetje tegenaan schopt, tegen het Calvinistische gedachtegoed. Sowieso in deze branche zijn wij de enigen die het op die manier aanpakken. Wij zijn gewoon die new kid on the block. Wij zijn die jonge jongens die de gevestigde orde even laten zien hoe het eigenlijk hoort.
mijn ouders trots op me zijn. Ik heb van ze vernomen dat ze het tof vinden op de manier waarop ik het doe. Maar ik denk niet dat mijn ouders me zo zouden beoordelen of iets succesvol is of niet. Ik denk dat je omzet is misschien een graadmeter voor je financiële succes. Maar dat zegt niet zo heel veel over je persoonlijke. Toekomstplan is een veelgestelde vraag. Ik zie mezelf niet als een visionair. Sterker nog, we zijn nu 5 jaar on the road. Ik had 5 jaar geleden niet kunnen verwachten dat we op dit punt zouden zijn. Ik denk dat het juist ook een deel van de kracht is. Om gewoon in het nu bezig te zijn met wat we tof vinden. Ik denk dat dat ook hetgene is wat ons zo ver heeft gebracht. Dus ik wil niet meer horloges hebben, meer deals gaan doen. Ik wil liever betere horloges hebben, betere deals maken. Toffere klanten hebben dan meer klanten. Dus in dat opzicht ben ik prefereer kwaliteit. Maar een huis als dit moet er wel binnen 5 jaar aankomen.